De PC-dumdag. Ja, afgelopen week was hij er weer in Amsterdam, in de RAI. Elke twee maanden is er zo'n PC-dumdag. De volgende is op 20 juni. Maar afgelopen zaterdag waren er zo'n kleine 10.000 computerhobbyisten die daar kwamen snuffelen. Want daar gaat het om. Zoeken naar die harddisk, die uitbreiding, die CD-ROM, dat stukje software, dat kabeltje, dat inklintje, dat wat je net nodig hebt. Er zijn zo'n 120 exposanten, kraamhouders, met de laatste tijd nogal wat bedrijven die ook naar personeel zoeken. En u ziet het, de bezoekers zijn voornamelijk mannen. Mannen die komen kijken naar hun hobby. Want dit zijn geen toevallige gebruikers, dit zijn geen kantoorgebruikers, dit zijn de echte computerhobbyisten. Vaak hardware mensen die hun machine zelf in elkaar zetten. Die zoeken naar uitbreidingen. Die precies weten wat het verschil is tussen die Pentium en die Pentium. En die vaak behoorlijk deskundig zijn. Dat is ook misschien de reden waarom bedrijven als Randstad en Start ook op deze beurs staan met stands om mensen te vinden. Want er is veel vraag naar hardware specialisten op dit moment. Niet alleen de Millennium Bug is belangrijk. Maar je kunt ook als systeembeheerder of als monteur op een reparatieafdeling voor computers goed je geld verdienen op het moment. En veel van deze bezoekers hebben dus die deskundigheid gewoon zichzelf aangeleerd. En dan staan ze te kijken naar de prijzen van Cyrix, AMD en Intel processoren. Op zo'n beurs zo'n 10, 15, 20% goedkoper. En voor geheugenmodules, SIMs, kan dat nog wel eens meer zijn. Want je kunt wel eens een voordeeltje behalen. En daar zoeken mensen ook naar. Op zo'n beurs is het wat dat betreft gewoon snuffelen. Er wordt veel oude troep aangeboden. Overjarige modellen. Wat dat betreft zitten we een beetje te wachten op de Tulip computers. Zoals u weet, Tulip verkeert in surseance van betaling. Nou, daar moeten we nog even op wachten. Maar over een tijdje komen vast ook Tulipkasten gewoon in de opruiming, zou je kunnen zeggen. Die gaan dan vast voor een hele lage prijs weg. U ziet dit, op zo'n beurs kun je allerlei dingen vinden die je nodig hebt. Dus verschillende soorten kasten. Veel mensen kunnen niet meer voldoende spullen kwijt in hun kast, willen nog een extra drive erbij hebben en zoeken dus naar een andere kast. Want erg veel complete systemen worden er op de PC-dumpdagen niet verkocht. Het gaat om gebruikte monitoren, gebruikte printers, winkeldochters, spullen die men erbij wil hebben. Of geheugen, sims. U ziet het. Harddisks, ook een heel populair artikel. Mensen raken door hun diskruimte heen en willen dan gewoon een andere soort harddisk. Maar dan heb je ook weer kaartjes nodig, SCSI-kaartjes, om de zaak aan te sluiten. Het is een heel gesnuffel. Je ziet mensen ook gewoon met een mobiele telefoon rondlopen met een paar vriendjes die even met elkaar peilen. Wat kost het bij die stand? Wat is deze prijs? Waar is het voordeligste? En dat wil in de loop van de dag ook nog wel eens wijzigen, want de handelaren willen niet met hun spullen weer naar huis gaan. Veel van de bedrijven die hier staan, staan er eigenlijk als de achterdeur van grote computerbedrijven. Die bouwen in de loop der tijd gewoon voorraden op, winkeldochters, modellen die ze niet echt kwijt kunnen. En die lozen ze dan op zo'n PC-dumpdag. Dat betekent dat als je weet wat je zoekt, je een aardig een koopje kunt vinden. Want ja, die dingen moeten nou eenmaal weg. En als je dat nou net wil hebben, kan je dus heel voordelig uitkomen. Maar voor veel dingen geldt gewoon dat er soort standaardprijzen zijn, zoals harddisks. Die kun je wel wat goedkoper krijgen, maar niet ontzettend veel. Wat interessant blijft voor de snuffelaar zijn de kaarten. Er zijn zoveel verschillende soorten videokaarten, audiokaarten en allerlei andere insteekkaarten voor de PC in diverse vormen met verschillende bussen, dat je daar bijna een studie van kunt maken. Wat dat betreft is zo'n PC-dumpdag dus wel weer onthullend om te zien hoe de Diamond-kaart van 3 maanden geleden, die toen echt als het de top werd aangeschreven voor bijvoorbeeld video, nu alweer in de uitverkoop ligt. Want het gaat heel hard.
Er komen nieuwe dingen aan. Zoals je misschien heeft gehoord, de Pentium 2 kan met Windows 98 gaan werken met AGP. Dat wil zeggen Advanced Graphics Port. Er komt USB aan, FireWire. Allemaal veranderingen die ertoe leiden dat nieuwe systemen zeg maar wat beter zijn. Weer wat beter zijn uitgerust en vooral meer geschikt voor Windows 98. En dat betekent weer dat er in de oudere systemen een beetje de klad zit. Die kun je, zoals u zag, voor prijzen van 1799 gulden, dan kun je al een heel aardig systeem voor aanschaffen. Maar pas dus op, want er zit een addertje onder het gras. Er komen nieuwe Pentium processoren aan. Onder andere de Celeron, de wat goedkopere versie. Maar er komen vooral machines aan die geschikt zijn voor Windows 98 met een aantal uitbreidingen naar de hardware toe. Nou, en dat is waar je goed op moet letten als je nu een computer koopt. Of wanneer je een moederbord vervangt, want dat is wat veel mensen doen. Die zeggen, nou die computer is nog wel goed en die harddisk ook en dit floppy drive en die CD-ROM, want bijna iedere machine heeft een CD-ROM. En er zijn al heel wat leveranciers die al geen floppy drive meer inbouwen, omdat de software bijvoorbeeld via een CD-ROM veel makkelijker in te lezen valt. Nou, die machines, daar moet je dus gewoon mee oppassen, want Windows 98 komt er deze zomer. Zal nog een maandje of twee duren, maar dan komt het eraan. Het zal nog wel wat langer duren, zeg maar begin van het najaar, voordat het in de Nederlandse versie op de plank van bij de computerdealer ligt. Maar Windows 98 is weer een stap voorwaarts. Men is niet zo enthousiast als bij de overgang naar Windows 95. Hè? Dus er is minder verbeterd. Maar een paar lastige dingen die zijn opgelost. En zoals ik al zei, bepaalde nieuwe hardware dingen worden beter ondersteund. De populaire items van de laatste tijd zijn natuurlijk scanners. Heel veel mensen willen toch graag een scanner hebben om hun internetsite een beetje op te tuigen, om foto's erin te stoppen. Mensen willen grotere harde schijven hebben. Modems van 56 kilobits per seconde. En men kijkt natuurlijk ook naar de nieuwe videokaarten. De DV300 bijvoorbeeld van Miro is een videokaart. Daar moet je wel een vrij snelle computer voor hebben. Maar dan kun je ook direct DV, digital video, je computer inhalen en terug schrijven. Dat is niet voor iedere videoamateur weggelegd. Je moet dus een DV-camera hebben. Maar het is een trend dat we zien dat de PC daar steeds meer voor gebruikt gaat worden. Ja, en over de CD-ROMs blijf je struikelen. En daarmee nemen we afscheid van de PC Dumpdag. De volgende is dus 20 juni. En we gaan nu iets laten zien over wat er gisteren gebeurde in de stad. De fietsdemo, zoals dat heet. Een demonstratie van mensen die de stad autovrij willen maken. Die doen dat iedere maand met hun fietsdemo, fietsdemonstratie. En het begint steeds grimmiger te worden. Frank Buijs rapporteerde over de relatie tussen de politie en de demonstranten. En misschien, gezien de demonstratie van vandaag, is dat wel een heel belangrijk item.